hulpverlening effectiever verloopt. En crowdsourcing zorgt ervoor dat ik kan investeren in de totstandkoming van een product als de Yoki Eggboiler. Als ik dat zou willen. Ik kan de ontwikkelingen in Egypte van heel dichtbij volgen, omdat mensen daar plaatsen met hun mobiel filmpjes en berichten op te uploaden via de site Alive In. Ook actief in Libië en Bahrein. En crowdsourcing, als ik dat zou willen, zou ik mobiele applicaties kunnen ontwerpen voor de stad New York op basis van overheidsdata daar te plaatsen. Maar dat kan ik ook in Amsterdam sinds kort. Allemaal voorbeelden van een fenomeen crowdsourcing, wat flexibele grenzen kent. Hier is een definitie door Jeff Howe, die de term in 2006 bedacht heeft. Het gaat om het uitbesteden van taken aan de buitenwereld die je normaal gesproken binnen je organisatie zou doen. En die besteed je uit aan een undefined large group of people. Daar zijn er wel wat nuances op te maken en daar komen we zo meteen wel op terug. Maar centraal staat in ieder geval een open call. Nou, ik zal me eerst netjes voorstellen. Dit ben ik. Ik denk van de gebieden, dat ik op mijn ogen sla, design en crowdsourcing, wat we vanavond over willen hebben. Ik denk van mij iets te weten, dat was de reden voor Robert om aan mij te vragen of ik hier iets over wilde vertellen. Heel even kort, ik heb design in de eerste jaren van mijn carrière met name meegemaakt bij Montis Maxicosi via Spirit ontwerpbureau. Ik ben nu actief bij een bedrijf dat heet Home Automation Europe. Het lijkt niet zoveel te maken te hebben met crowdsourcing. Wij zijn bezig met energiedisplays die een slimme combinatie maken tussen je thermostaat, de informatie uit je meter en die een eerste opstap zijn naar smart grid technologie. Wel innovatief, niet per se wel open nog, maar dat komt vanzelf. De jaren hiervoor ben ik met name bezig geweest met crowdsourcing en open innovatie via een adviesbureau Dutch. Project van Amsterdam gedaan waarbij 3 vraagstukken zijn gecrowdsourced, waaronder het fietsparkeerprobleem. Servicecenter open innovatie met adviezen voor het MKB hoe ze open innovatie kunnen inzetten. En een project voor binnenlandse zaken waarbij we de kansen van open innovatie voor de Rijksoverheid in kaart hebben gebracht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Nou, die benadering wilde ik vanavond ook aanhouden. Ik heb een aantal voorbeelden verzameld. Die gaan we niet allemaal doorlopen. Maar ik wil er een aantal uitpikken die wat mij betreft relevant zijn voor de ontwerpen die bij elkaar het speelveld aangeven voor de ontwerper. Ik heb daarvoor 3 invalshoeken gekozen. De creator, de integrator en de innovator. De creator is wat mij betreft de ontwerper die zelf productideeën bedenkt, niet per se daar een vraag voor nodig heeft, maar die op een manier wel hulp nodig heeft om dat te realiseren. Dus publiek en funding. Integrator, denk aan een R&D manager, design manager, iemand die vraagstukken heeft en die opgelost wil zien. Het zij in zijn eigen team, het zij in de buitenwereld. En de ontwerper als innovator, die dus die vraagstukken oplost. Dus die op zoek is naar vraagstukken en die dat middels crowdsourcing kan doen over de hele wereld. Om daar maar gelijk mee te beginnen. Dit is een voorbeeld dicht bij huis. Redesign Me, Nederlands initiatief. En een platform waarop bedrijven challenges kunnen posten die opgelost worden door de aangesloten ontwerpers. Is op allerlei gebieden. Ik heb er hier eentje uitgepikt die op dit moment loopt voor een verpakkingsontwerp voor haring in de supermarkt. Er staat een korte briefing op de site. Je kunt daarin deelnemen, je ideeën posten. Op dit moment staan er een aantal concepten op dit vraagstuk waar mensen ook weer op reageren. Het team van Redesign Me mengt zich in de discussie en stelt verdiepende vragen, waardoor uiteindelijk die concepten ook een stapje verder komen en dan uiteindelijk via stemming daar ook een rangschikking in plaatsvindt. En die ideeën gaan uiteindelijk naar de opdrachtgever. Okay, je merkt ook dat daar de grenzen, dus het wordt beloond met een soort eenheid die Redesign Me bedacht heeft. Op een gegeven moment blijven er te veel verdiepende vragen komen en dan zeggen mensen die bijdragen zo gaan. Voor deze premie vind ik het nu alweer genoeg. He, dus daar zit ook zeker grenzen aan de commitment. 2 platformen waar ik eigenlijk niet omheen kan, dit zijn 2 langslopende, echt ideeënbusachtige platformen. Waarop je dus voor zowel Dell als voor Starbucks, via My Starbucks ID, ideeën kunt posten voor productverbeteringen, verbeteringen in dienstverlening en zo verder.
Er zijn inmiddels op beide meer dan duizenden ideeën gepost en nog een veelvoud daarvan aan stemmen en reacties. Is het succesvol? Daarover lopen de meningen uiteen. Als je het googelt, dan kom je een hele hoop discussies daarover tegen. Om een idee te geven van de duizenden ideeën die hier gepost zijn bij Dell, is 3-4% ook uiteindelijk geïmplementeerd. Zelfs zo erg dat het idee, doe eens wat met die ideeën hier staan, die hier allemaal staan, bovenaan de lijst stond. Maar goed, het is ook een open vraag. Kom met je ideeën. Dus hoe is dat percentage? Kun je daar iets uit afleiden? Voor de residentie daar is het 0,5%. Je kunt ook zelf actiever aan de gang. Als je bij Lego kun je ontwerpen uploaden en ze uiteindelijk via stemming daar voldoende steun voor krijgen zodat ze geproduceerd gaan worden. Maar je kunt ook een stap verder gaan en onderdeel uitmaken van een open source ontwikkeling in de community. Open source voor een oorspronkelijk domein van de software, Linux, Drupal, OpenOffice, dat soort initiatieven. Maar je ziet steeds meer dat ook hardware ontwikkelingen via open source communities tot stand komen. Bijvoorbeeld hierop staat zijn de 3D printers die op dit moment echt op een bereikbare prijsniveau komen en aangeboden worden mede door die open source ontwikkeling. Waar iedereen dus een klein stukje van het werk op zich neemt en verbeteringetjes doorvoert en uiteindelijk een community wereldwijd van duizenden mensen leidt tot een realisatie. Een Nederlands initiatief op hetzelfde niveau is Common, waarbij een community, een open source community bezig is met duurzame mobiliteitsconcepten. Je ziet hier ook een onderdeel, een groep die bezig is met het chassis, maar zo is er ook een groep bezig met interieur, carrosserie, besturing. En uiteindelijk leidt het tot plannen die uiteindelijk ook weer via open source licentie bruikbaar zijn door andere partijen. Belangrijk in die open source ontwikkeling is misschien nog niet zozeer de uiteindelijke verdiensten, want die zijn dan toch wat moeilijk tastbaar, maar met name de erkenning van vakgenoten onderling en de lol om daar met elkaar aan te werken. Iets laagdrempelig misschien ontwerp je schoenen voor Dreamheels, ontwerp websites en meer grafisch werk via allerlei platformen, maar bijvoorbeeld One2 Designer. Zomaar enkele voorbeelden van waar je allemaal op zou kunnen storten als innovator. Als je dus op zoek bent naar vraagstukken. Als je zelf al een idee hebt of een initiatief en je zoekt daar middelen voor om dat uiteindelijk tot realisatie te brengen, dan zijn er ook verschillende mogelijkheden. Een van de bekendste platformen is Kickstarter. Voor een heleboel verschillende soorten initiatieven, ook kunstprojecten, muziekprojecten. Ik heb er een eentje uitgepikt die op productontwerp ligt. Voor jullie de Pet Pivot. Ja, wat is het? Het is een iPad stand die je ook op je been kan zetten als je op de bank zit en een handvrij wil hebben. Waarvoor? Je ziet de mensen in een videoboodschap uitleggen waar ze mee bezig zijn, wat ze nodig hebben om het tot de volgende stap te halen. En daar zie je ook echt heel concreet in zijn. Dat is het bij de succesvolle producten. Projecten. Deze mensen die zochten $10.000 om een investering te doen in matrijzen, waardoor het project een stuk verder komt. En je ziet dat inmiddels bijna 2700 mensen bij elkaar €110.000 hebben opgebracht. En die delen uiteindelijk ook allemaal mee in het succes van het product, als dit zover komt, wat dus gaat gebeuren. Dit gaat maandag gefund worden. Maar leuk om eens doorheen te lopen, wat staan er allemaal voor initiatieven op en waar lopen mensen tegenaan? Binnen ontwerpbureaus ook vaak ideeën leven van hij moet niet zelf een productje ontwikkelen en naar de markt brengen en dan mist net het laatste stuk. Daar kan zo'n platform prima uitkomst bieden. Nederlands initiatief op dit gebied is Voor de Kunst. Wat zich echt richt op kunstprojecten. Je ziet hier wel vormgeving staan, maar er zijn op dit moment geen initiatieven gestart. Dit is sinds november gestart door het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten, die ook op zoek zijn naar nieuwe financieringsmogelijkheden van kunstprojecten. Dat is met deze overheid zeker heel relevant. We komen steeds dichter bij echte productontwikkeling. Een mooi voorbeeld daarin is Quirky. Behalve de naam. Dit is een platform, ze noemen het zelf Social Product Development. Elke week worden hier 2 productontwikkelingen gestart. Eentje is een open call. Zegt kom maar met je productidee en dan stemmen we met elkaar welke we uiteindelijk gaan realiseren. En hier zie je een hele beperkte brief. Voor een productcategorie waarin ze iets zoeken, in dit geval een barbecue accessoire. En daar zie je de teller aflopen. En als die op nul staat, dan gaan ze dus 2 ideeën starten. Ze hebben hun proces ook heel mooi in beeld gebracht.
waardoor je ziet dat je op verschillende manieren kunt bijdragen aan zo'n ontwikkeling. Dus je hebt het idee wat gepost wordt, dat wordt op gestemd, uiteindelijk gaat jouw idee door of dat van een ander. Dan hebben we nog wat verfijning en stemming. En dan is het eigenlijk de keuze welke er doorgaan. Het project wat dan start, daar moet nog steeds onderzoek gedaan worden, er moet design verfijnd worden, er moet over branding nagedacht worden, vaak wordt er nog een slogan of een tagline bedacht. Dat zijn allemaal trajecten waar de community met elkaar ontwikkelingen toevoegt. De finishing touch doet dan een team van Quirky. En dan staat het project klaar in de etalage. Dan kunnen mensen het bestellen en bij voldoende bestellingen zie je dat het gemaakt gaat worden en verkocht wordt. En de opbrengsten die gaan dus weer terug naar al die mensen die daar een bijgedragen hebben. Dus hier 1%, daar 20%, net afhankelijk van je bijdrage. Als je het interessant vindt, laat ik je even een keer door dat platform heen te lopen en kijken wat voor soort producten daar nou allemaal staan. Ik heb deze nu even uitgepakt, een soort multi-tool. Een hele blije uitvinder. Maar je ziet hier ook dat meer dan 379 mensen hebben bijgedragen om dit product te realiseren. En hier zie je wat inzichten in het proces. 4 dagen industrial design. Hier nog 4 dagen aan de tagline. En inmiddels zijn er bijna 2000 al van besteld. Maar er hele diverse soorten projecten staan daar op. Een vergelijkbaar platform is Ponoco, bestaat al wat langer. Je kunt hier je eigen 2D en 3D files uploaden. En dan kiezen uit een aantal materialen en technieken hoe je dat uiteindelijk dan gemaakt wil zien. En daar kun je meteen met een druk op de knop prijzen voor aanvragen bij de aangesloten partijen. En vervolgens kun je die producten, maar ook je productplannen, verkopen of aanbieden via dit platform. En dus op basis van die plannen kun je zelf weer customizen aan, en dat dan weer laten maken. Wat wel aardig is, dat zij ook gewoon toegang bieden tot de platformen die nodig zijn om daar uiteindelijk dan tot de CAD-fase te komen. Dus voor de amateurs, waar Maarten het net al over had, ook de tips en rules. Dus ja, is dat een bedreiging? Ik weet het niet. Ik denk dat het heel leuk is dat een hoop mensen hiermee bezig zijn. En zelf tot ideeën komen. En tot producten dus zelfs. Je ziet dat zelfs elektronica daar ook aan toegevoegd kan worden. Zomaar wat initiatieven op het gebied van hoe breng je een productidee tot leven. Wat inzoomend op zeg maar meer de vraagstuk houden, het probleem-eigenaar, wat kan die nou doen om zijn ideeën of initiatieven uit de buitenwereld te halen. Leidend voorbeeld daarin is Procter & Gamble. Er valt heel veel over te vinden, dus als je daarin wil verdiepen, zoek op Connect & Develop. Dat is hun programma waarmee ze de buitenwereld betrekken bij hun innovatie. 10 jaar geleden ging het niet goed met Procter & Gamble en hebben ze radicaal te roer omgegooid. Een van de dingen daarin was dat ze ambitie stelden om binnen een aantal jaren meer dan 50% van hun innovatie uit de buitenwereld te halen. Nou, dat heeft nogal wat impact gehad. Maar is onder druk doorgevoerd en heeft heel veel scepties natuurlijk van de mensen zelf ook ondervonden. Ik hoorde Maarten er net wat over zeggen, dat was daar zeker herkenbaar. En het idee was, we hebben nu 7500 R&D'ers hier binnen, maar voor elk persoon kunnen we er 200 in de buitenwereld krijgen. Want toen was het ineens een organisatie van 1,5 miljoen mensen en zo benaderen ze het ook echt. De R&D'ers zijn onder druk gezet om een challenge naar buiten te leggen. We hebben natuurlijk de moeilijkste opdracht gevonden en pas toen bleek dat met minder kosten, betere oplossing in minder tijd realiseren, is daar een beweging op gang gekomen. Waardoor veel mensen ook in een ander soort rol terecht zijn gekomen en meer regisseur zijn geworden voor innovatie dan dat zij zelf echt de innovatie uitvoeren. Een platform wat veel gebruikt wordt op Procter & Gamble is Innocentive. Het is een netwerk van meer dan 200.000 experts, echt op allerlei nichegebiedjes. Met name in de technische sfeer. Die kunnen ook best een redelijke premie verdienen met het oplossen van dit soort challenges. Echt tussen de 5.000 en $1 miljoen, afhankelijk van de complexiteit. En wat je hier ook heel veel ziet, is dat de oplossing vaak komt uit een hoek waar je niet verwacht. Dus dat is wat je verwacht. Een mooi voorbeeld daarin is de ramp met de Exxon Valdez. Allerlei olie in de zee bij Alaska. Door het koude water werd olie hard en kon je niet meer afgezogen worden. Uiteindelijk is de oplossing daarvoor, de winnende oplossing, gekomen van een betonspecialist. Die met trilling in staat was om de olie viscozer te maken, waardoor het wel afgezogen kon worden.
zijn wel echt hoofddrempelig. Hè? Dat zijn dure platforms om je challenge bij uit te zetten. Je kunt ook iets laagdrempeliger zoeken. Bedrijven in Noord-Brabant kunnen scholieren betrekken in hun innovatie via Brain Trigger. En dat levert ook wel een verfrissende inzicht op. Ja, vooruit. Om aan te geven wat belangrijk is, dat je weet wie je doelgroep is en waar die zit. Creative Challenge, samenwerking van KLM en Schiphol, die meer ideeën wilde krijgen over waar de luchtvaart heen gaat. Dus verzin ideeën voor de toekomst van de luchtvaart. Wilde die vraag stellen aan jongeren tussen de 15 en 25 en hebben daarin samengewerkt met Hives. Waardoor die vraag gelijk op de goede plek ligt. Ook een incentive gezocht die past bij de beleving, business class wereldreis. Nou, die is inmiddels ook die plaatsgevonden. Het winnende concept was iets rond een in-flight e-reader. Maar goed, ga denk eens na over waar je doelgroep zit en kijk hoe je daar het dichtst bij kunt komen. Veel vragen hebben een vorm van een ideecompetitie. Dat is een vak apart. Hè. Hoe stel je de vraag? Wat zijn de premie? Hoe denk ik na over jurering? Wanneer hou ik het open? Wanneer moet ik het meer gesloten houden? Ga het niet allemaal zelf verzinnen. Er zijn veel partijen die daar expert in zijn en die delen hun kennis ook via hun site en die hebben ook allerlei standaard oplossingen daarvoor. Hier ga ik niet te veel over vertellen, want daar gaat nog iemand iets over vertellen na mij. Maar een heel sympathiek Nederlands platform waar je challenges kunt posten, waar vervolgens studenten en young professionals mee aan de gang gaan. En de lopende challenges nu is een communiceerde beleving van HTC. Daarover later meer. Laatste voorbeeld wat ik wil noemen is een initiatief van IDEO, natuurlijk een van de toonaangevende ontwerpbureaus in de wereld, die voor hun sociale innovatie initiatieven een platform hebben opgericht waar ze de hulp van de buitenwereld in zoeken, Open IDEO. Verschillende fasen, eerst zoeken ze inspiratie, dan denken ze na over concepten en dan gaat het verder naar toepassing. Een van de challenges die net gesloten is van Jamie Oliver, die zocht naar rondom gezonde voeding en zaken. Hier zie je nog een ander voorbeeld en zij brengen het ook gelijk heel mooi in beeld. Oranje inbreng is inspiratie en het groene zijn concepten. Als ik hierop klik zie ik daaromheen ook weer welke inspiraties daar allemaal aan gelinkt zijn. Maar het lijkt me best interessant ook binnen de Nederlandse ontwerpwereld. Wat voor kansen is er voor dit soort initiatieven? Nou, dat was zo even een greep uit de voorbeelden. Misschien sommige herkenbaar, sommige nieuw. Afhankelijk van hoe je erin zit. Ik heb gezegd nog twee dingen toe te lichten of te noemen. Dat is een greep uit de bedreigingen, risico's. Dat kan een hele lange lijst zijn. Ik heb er zo willekeurig een paar gepakt. In ieder geval heel belangrijk, op het moment dat je naar buiten gaat, die zegt tegen mensen, denk met ons mee, is het heel makkelijk om hele hoge verwachtingen te wekken. En het is ook heel makkelijk om die vervolgens niet waar te maken. En dat is wel een afbreukrisico. Dus denk goed na over de mate van openheid die je toestaat en wat je van mensen verwacht. De criteria waaronder je mee mag doen en wat je dan moet doen, moeten echt heel helder zijn. Nou ja, goed. Over je eigen organisatie. Als je nooit binnen je organisatie hebt gevraagd naar ideeën van je collega's, verwacht dan niet dat ze heel hard gaan lopen om die ideeën die jij van buiten haalt uit te werken. Dus heb je ook intern iets georganiseerd om, om die kennis te benutten. Zijn er dan ook succesfactoren? Hier een aantal genoemd. Transparantie is key. Mensen willen weten wat er met die ideeën gebeurt op het moment dat ze iets gepost hebben. En waarom iets afvalt als het al afvalt. Volgt dat ook snel op. Ga niet dat opsparen tot aan het eind van de week en ga er dan eens een keer op reageren. Mensen willen gewoon weten dat jij ook in die discussie zit en willen direct feedback. Denk na over wat voor drijfveren je community heeft. En die zijn lang niet altijd financieel. Maar het gaat vaak juist om erkenning en kennis delen, samenwerken. Ook fun, wat ik net ook, dat is een hele belangrijke factor natuurlijk. Als jij s'avonds in je zolderkamer mee gaat doen aan challenges, dan moet het ook vooral leuk zijn natuurlijk. Nou ja, denk aan je interne organisatie. En die openheid, dat is, soms moet iets juist een veilige omgeving krijgen waarin een oplossing verder kan ontwikkelen. En soms moet je het gewoon helemaal opengooien, afhankelijk van vraagstelling. Ja, en als je het interessant vindt, ga het gewoon doen. Je leert het en je gaat het kansen ontdekken door het te doen. En als jullie dat gaan doen, dan wens ik daar heel veel plezier mee. Dat was mijn verhaal.